Want vanavond is de eerste avond dat Nachtburger hier haar eigen programma heeft. En wij hebben de, ja, toch wel de chef de cuisine van Nachtburger in huis. Sam, goedenavond man. Goedenavond. Welkom. Dank je. Kun jij, voordat we helemaal losgaan, eens in het kort vertellen wie jij bent en wat jij doet? Nou, ik ben Smaisi Aya. Ik ben 31 jaar. Ik ben 31 jaar. Ik werk nu een jaar bij het burgerweeshuis, iets langer. Ja. En doe daar de nachtprogrammering en ben dan verantwoordelijk voor Nachtburger. En ik doe ook een stukje marketing. Te gek man. Ja, alles voor, wel alles rondom een nachtprogramma, hè? Ja, alles rondom een nachtprogramma. Hey, en je zegt, je doet ook de programmering, maar doe je dat voor alle danceavonden of nachtavonden? Of, ja, in principe wel, maar er zijn natuurlijk ook gewoon externe partijen waar we samen mee werken. Die gaan dan, die boeken dan veelal zelf hun eigen artiesten, maar dan wel in overleg, zeg maar. En daar heb ik dan contact mee. En, te gek. Ja, het is echt te gek en... ja, superleuk team, Burgerweeshuis, vrijwilligers. Het is gewoon echt een hechte groep. En ja, het voelt wel echt als familie, zeg maar. Ja, en, ja het is gewoon het is echt een geweldige om te werken daar. Mooi man. Ja. Hey, en ik versprak me net bijna al, want ik zei, doe je programmeer alle dance? Maar is het nachtprogramma veelal dancemuziek of zit er ook variatie in? Ja, we noemen het wel allemaal dance. Ja. Maar voor mij valt hip-hop ook onder dance, zeg maar. Ja. In dit geval, ik bedoel, het is toch dansmuziek. Het is gewoon clubmuziek. Dus het gaat voornamelijk om alle nachtconcepten, zeg maar. Ja, ja. Hey, en jij hebt ook een eigen avond, klopt dat? Ja, Nachtparlement. Ja. Ja, samen met Jury doe ik dat. En dat doen we nu 3 jaar, denk ik. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. En daar, dat is ook een beetje hoe je erin bent gerold, hè? Ja, dat is een beetje hoe ik erin ben gerold. We zijn feestjes gaan... we zijn feestjes gaan geven op een gegeven moment. Ja. En in Dok H2O geweest. In de Schecht nog een zwembadfeest gedaan. Ja, die poolparty, ja. Broodfeestje. Een broodfeestje op Brothers Beach hebben we nog een paar feestjes gedaan. En uiteindelijk zijn we bij Burger uitgekomen. Ja, tof man. Ja. Nog heel even daar over die feestjes, hè. Want we hadden het net over hoe wij... Ik weet niet of het alleen voor mij gold, maar in ieder geval hoe wij zijn begonnen met feestjes geven. Dat kan bij ons volgens mij allebei, omdat we muziek wilden draaien die we ergens anders nog niet hoorden. Ja. Hoe was dat voor jou? Waarom ben jij met Nachtparlement begonnen? Ja, omdat we waren gewoon met een aantal vrienden en we hadden natuurlijk gewoon de liefde voor house en techno. En je had hier natuurlijk wel wat feestjes. Zoals DDS en zo. Maar je merkte wel dat dat minder werd. De jongens werden ouder. Verhuisden naar Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, dus dat werd wel minder. En ja, wij waren gewoon gretig. En we wilden er gewoon voor gaan. En we dachten gewoon, ja, we gaan zelf dit gewoon doen. Waarom zouden we dat niet kunnen? Tof. Dus toen hebben we het gewoon gedaan. En uiteindelijk is het wel gegroeid. En hebben we wel echt een achterban. En doen we het eigenlijk met z'n allen, zeg maar. Wel. Ja. Kunnen we dit doen doordat iedereen natuurlijk gewoon steeds komt en het leuk vindt wat we doen, zeg maar. Ja, en jij draaide zelf toen ook al of ben je pas later begonnen? Ja, ik draaide zelf wel. Alleen ik merk wel dat ik, zeg maar, het niet chill vind om op mijn eigen avond te draaien. Want ik ben super chaotisch en ik ben dan druk met 1000 dingen en ik heb dan nooit echt de tijd, zeg maar. Of ja, dan ben ik gewoon super gehaast en niet chill, dus... het draaien voor mij is wel een beetje op de achtergrond gegaan. En ik vind programmeren ook, zeg maar, leuker. Ik vind draaien wel heel erg leuk, maar ja, ik weet niet. Ik vind toch meer mijn liefde in programmeren en het feest, zeg maar, in goede banen laten leiden dan zelf, zeg maar, op de voorgrond. Ja. Dat vind ik niet zo. Nou, dat is wel een mooi iets. En eigenlijk door goed te programmeren draai je toch stiekem ook een beetje zelf. Want je kiest toch wie er gaat draaien. Dus dat is mooi, man. Ja, dat is leuk. Hey, we gaan heel veel doen vanavond. Jij doet vanavond je eerste Nachtburger-uitzending hier. Die doen we eigenlijk samen met Leon. En ik mag ook blijven zitten, volgens mij. Dus dat is tof en gezellig. En de bedoeling is volgens mij om elke 2 maanden met jou door het Nachtburger-programma heen te fietsen hier in een uitzending. Ja. En de volgende zal je waarschijnlijk meer zelfstandig doen en eventueel met wat gasten. Ja, zeker. Dus dat wordt tof. Maar vanavond doen we hem lekker met z'n drieën. Voordat we verder gaan met alles rondom Nachtburger, vind ik het tof om eerst even wat muziek te draaien. En dan eigenlijk liefst iets wat jij graag draait als... Is het meneer de Uil?
Nee. Mazzel tof. Ga je lekker. Sorry man, mazzel tof. Nee, ik heb geen DJ-naam meer. Dat is echt helemaal... Maar wat ik zelf... Was het meneer de Uil of niet? Nee, dat was mijn maatje. Dat was Jury. Je hebt je slecht ingelezen. Ja, blijkbaar, ja. Had je je telefoon op moeten nemen vanmiddag. Ja, dat klopt, ja. Ja, Sam heeft mij volgens mij wel 4 keer gebeld, maar ik heb niet... Ja, sorry man. Nee, ik heb wel... Ik dacht dat we dit als laatste gingen doen, maar... Nee, zeker niet. We gaan eerst beginnen met jou, hè, als persoon. Oké, ja, ik heb 1 track, die is dit jaar uitgekomen en dat is echt mijn favoriete track. Jezebel zijn de producers. Ja. J-Zebel. Zo? Ja, met een Z. Ah. Ja. We gaan... Oh ja, ik heb ze. Ja. Dan moet je Tunnel Vision. Maar ik weet niet of die wel op Spotify staat. Tunnel Vision. Ik heb geen Spotify. Nou, we kunnen alles doen vanavond. We gaan... We gaan gewoon op YouTube, de internet. Mensen vinden het heel raar dat ik geen Spotify heb. Ik heb het ook niet, hoor. Nee, maar ik kan er niks mee. Ik bedoel, je kan geen tracks downloaden. Alles staat erop. Je hebt alleen internetverbinding nodig. Ja, maar als je een track tof vindt, dan wil je hem toch gewoon hebben, zeg maar, op USB of... Ja, het is... Ja, voor de DJ is Spotify niet te doen. Ja, ik heb het gewoon. Alhoewel, daar wel software voor is, maar je moet je laptop meeslepen. Ah, je hebt sowieso... Voor mij is Spotify ook echt het deel van alle muziek wat ik luister... En het deel wat ik draai als DJ of aan elektronische muziek, dat vind ik ook meestal ergens anders. Op Bandcamp of op een paar websites waar je vinyl kan kopen. Bandcamp, maar als ik een nieuw album van, weet ik Tool? Veel, Tool bijvoorbeeld. Nou, Tool staat pas sinds kort op Spotify, maar ook heel veel Latijns-Amerikaanse dingen of bandjes of nou, whatever. Dat luister ik wel veel op Spotify eigenlijk. Ja, ik vind niks. Ik kan niet mijn ding niet vinden op Spotify. Nee? Ik luister het liefst gewoon DJ-sets op SoundCloud, zodat het lekker in de zone kan komen, weet je wel. Liefst nog Boiler Room erbij, dan kun je een beetje kijken. Kijken voor de mensen die erachter staan, hoe hard ze eraf liggen. Ja, heerlijk, hè? Hey, ik heb inmiddels de track gevonden. Hij duurt wel bijna 9 minuten, dus misschien voor de tijd is het goed om ergens de uitmixen, maar dat is aan jou. Ik zou hem gewoon laten draaien. Ja, dat dacht ik dat al wel. Ja, dat vind je niet echt. Ik wil zo min mogelijk radio en zoveel mogelijk tunes. We gaan er eventjes lekkere 10 minuutjes over nadenken. Wil je hem aankondigen, je eerste track hier op Koek FM? Nou, dit is Jezebel met Tunnel Vision.
What many of you have heard, the machines have gathered an army, and as I speak, that army is drawing nearer to our home. Believe me when I say we have a difficult time ahead of us. But if we are to be prepared for it, we must first shed our fear of it. Why? Journey through sound, hoor dit. Hey. Ja. Ja. Voor iedereen die net intuned en denkt, wat een toffe track. Dit was Jay-Z Bell met Tunnel Vision. Tunnel Vision. Eerste track selectie van Sam hier bij Nachtburger op Koek FM. Vind ik mooi, cool, man. Ik vind het mooi. Huh? Helemaal uitgespeeld. 8 minuten en 48 seconden. Wauw. Ja, is toch mooi. Meer muziek, minder radio. Precies. Sky Radio. Ja. Nou, ik vind het een mooi uitgangspunt. Hey, Nachtburger. Nachtburger is een idee eigenlijk achter alles wat er 's nachts gebeurt in het burgerweeshuis. Ja, klopt. Eigenlijk om het zeg maar los te halen van de normale programmering. En dan heb ik het over de concerten in het burgerweeshuis. Zeg maar. Ja, precies. Ja. En ook om meer om een eigen achterban, denk ik, te creëren. Ja, dat? Ja, een achterban te creëren. En ja, ook meer zeg maar een agenda. Want als jij... ja, dance-liefhebbers willen graag op de hoogte gehouden worden van dance, zeg maar. En ja, niet ja. Als er een rockavond is. Of, dus dan hebben we dat, dus we hebben dat losgekoppeld. Ja. Waardoor je dus een platform hebt, zeg maar, waar alles onder kan hangen. Ja, nice. Dat is fijn, man. En hoe ziet zo'n programma eruit? Of eigenlijk concreet, hoe ziet het aankomend half jaar eruit? Ja, natuurlijk met verschillende genres van hip-hop. Tot aan techno, tot aan house, tot aan boogie nights, wat meer swing night-achtig. Ja. Voor wat oudere publiek, mijn moeder is heel erg fan ervan. Oh, nice. Ja. Maar je moeder is tevreden houden. Ja, dat is eigenlijk best wel tof, dat je gewoon die, ook eens kunt doen voor je ouders. Ja, ja, die zitten elke keer van, wanneer is de volgende boogie night? Ja, oh, lachen. Ja, ja, dus we hebben nu ook drum en bass. Ja. Ja, man. Heerlijk. Ja. Yes. Yes. Ja, dat is wel echt fijn. Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Ja. Daar gaan we zo nog. Oké, cool. Want wat is de eerstvolgende Nachtburgerprogramma? Nou, eigenlijk begint het hele clubseizoen begint aankomend donderdag. Ja. En dat trappen we af met de grote kick-off. Met de kick-off eigenlijk, moet ik zeggen. Want het is niet meer de grote. Want we zitten niet op de grote markt, maar we zitten op de nieuwe markt. Dus de derde kermis, zeg maar. Ja. Daarmee trappen we het seizoen af. En dat is eigenlijk voor de Saxion-studenten, maar iedereen mag komen. En het gaat ook een gekhuis worden. Dus ik raad ook iedereen aan om op tijd te komen. Want het plein is niet heel erg groot. Hebben we daar tickets voor nodig? Nee, zeker niet. Kijk, het is gratis. Gratis! Gaan heen. Yes! Dus 7 uur gaan de deuren open. Ja. Dus zorg dat je... Want wie staan daar allemaal? Snelle, Merel. Merel, man. Merel staat daar. Merel. Ja, Merel. Lekker met de meiden. Lekker met de meiden. Jullie zijn fan? Ja, ik ken Merel wel. Laat me zeggen, Kes van met de Fam, die vond ik tof. Ja, dat is jouw favoriet. Ja, dat is wel een favoriet. Ik draai het niet in mijn vrije tijd, maar ik vind het heel tof wat ze doet. Ja. Je hebt het niet op Spotify in je...
Niet in mijn... ik heb een secret list en daar staat Merel bovenaan. Nee, samen met ABBA en wat andere classics. ABBA. Ja, ABBA trouwens, even on the side, hoef je niet voor te schamen toch of wel? Nee, als je dat absoluut. Nee, dat is juist nu David Funk, die heeft het weer een soort van cool gemaakt, hè, om ABBA... Ja man, ik daar zit ABBA zoveel vibe in. Verzamelaars heb ik gewoon, hoor. Ja, laten we een ABBA-uitzending doen. Maar goed, hey, we waren bij Snelle Merel en wat staat er nog meer op de kick-off? Liefs, Hato, DJ, set, dat is echt een feest als hij draait. Tof. En natuurlijk onze eigen Verderan. Ja man. Vieze Verdi, die komt ook platen leggen tussendoor. Oké, feestgarantie las ik. Ja, feestgarantie, zeker. Oké, als die garantie niet nakomt dan, wat dan? Waar kan ik dan die... Nou, dan kunnen we hem altijd nog rebounden bij de afterparty. Ja, want we hebben ook een afterparty. Ferryland is dat, hè? Ferryland, ja, inderdaad. Ja. Nice, man. Ik ben erbij. Donderdag lijkt me super gezellig. Ja, donderdag 7 uur. Hoe kunnen we alvast een beetje in de vibe komen voor donderdag? Nou, ik denk dat we dan wel... naar Snelle moeten luisteren. Die is toch headliner. Komt uit Deventer. Ja. Of althans, omgeving. Toch een beetje kind aan huis bij ons burgerweeshuis. Ja. Ik vind... zijn 101 bars heel tof. Ja. Vind ik eigenlijk toffer dan... dan zijn liedjes. Sorry, Lars. Maar ik vind hem als rapper gewoon echt wel goed. Ja. Ja, en vandaar de 101 bars. Echt gigantisch, hè? Want ik zit nu even te kijken. Het is weer nog weer meer dan de vorige keer. Die oude wintersessies van hem bij 101 bars is nu 3,2 miljoen keer bekeken. Wow. En zijn laatste, dat is een jaar geleden. En zijn laatste is krap half jaar of ruim half jaar 4,3 miljoen keer gekeken. What? Echt gek. Niet normaal. Dat is echt daar zijn we toch als Deventeraren trots op. Chapeau. Ja, ik ben er trots op. Hey, zullen we die nieuwe pakken? Die heb ik ook nog niet gehoord, volgens mij. Ja. Cool. Wil jij hem aankondigen zo wederom? Dit is de 101 bars van Snelle. Kijk dan, je kijkt naar 101 bars, rot je op je beeldscherm. En dit is een wintersessie. Ik ben met Snelle en dat is een probleem. We gaan het doen, man. Radio in radio. Yes. Shout out naar Avenue voor de beat. Ik heb er zin in. Want dat is uno, zero, dos. Liefde voor de fans en shout-out Rotjoch. Door die vorige sessie betaalt de jongen de kost. Ik moet het doen voor de cultuur en liefde voor Ot. Het is een hoge competitie met wat grotere addertjes. We dromen belachelijk, boze ogen die snappen we. En meningen van derden zijn gewoon naar verwachtingen. Ik ben niet minder real, ik ben gewoon wat volwassener. En ik blijf in mijn laan, zie het rijk dat ik bouw. Geef je mij commentaar, dan ga ik twijfelen aan jou. Ik heb niet zo vaak een mening en zo wel weinig zout. Hier houden we het 100 en vermijden we de saus. Ik zat te lang in die ontkenningsfase. Dat ratten en slangen echt c'est la vie is. Dat ook de definitie van echt relatief is. Maar ik couldn't care less met het team. Ik win alleen maar, word wat dikker inderdaad. En die rapper valt af, soort kikkervis staart. Zie rappers die niet goed en nu mijn billen ingaan. Ik ben in je city als een kibbeling kraam. En nog steeds met dezelfde producer als vroeger. En die jongen die gaat dik nu, Sugar Lee Hooper. En als het even kan, dan wordt mijn moeder mijn boeken. Want appels ver van die boom, broer, die moet je niet proeven. Want er is het gif in die dingen, ze liegen te veel. Zeggen te weinig, typen te veel. Ieder zijn deel, steeds meer. Praat minder, weet meer. Ik hou het positief en we werken. En ik snap het, maat. Ik zou me ook ergeren. Want glitter en glamour, ik ben te nuchter voor dat. En ik eindig met gitaar op barkruk in de stad. Zing de blues voor mijn strijders in het oosten. Want al mijn normen en waarden zijn uit de mode. En je moet je niet zo druk maken. Je moet je bus halen. Je moet die dingen pas hebben als je ze kunt halen. Je hebt geen wijze raad voor me, maar een kutbaantje. En ik kom gewoon een pilsje in je club halen. Kijk hem even stunt, maat. Ik krijg gewoon mijn munten. Zou toch zweren dat ik hier zojuist je wijfje zag bukken. En ik zag het op tv, maar dit voelt een beetje fake. En hey, ik droomde dit. Maar eerlijk, ik heb meer karakter in mijn bovenlip. Huts, adlibs, trust, dat heb ik niet echt. En ik weet niet of ik enemies heb. Ik ben gezellig met die mensen, maar mezelf niet echt. En ik wil liever niet rappen, want ik vind rappers niet vet. Sorry, ik kan het niet onder stoelen of planken steken. Maar ik ben klaar met heel wat rappers en hun k***en streken. Ik ben net iets te vaak in mijn hand gebeten. En ik los het niet meer op, want maatje hebt de brood gemist. Ik ben on the road to riches, ik ben de goat in dit en je kan me kloten likken. Ga nieuwe flows verzinnen, ik ga dit lopend winnen. Ik moet niet zoveel drinken, maar ik heb zoveel om te vieren nu. Ik ga die comments niet meer lezen, ik ga lachen. En nee, die vorige sessie, die was niet harder. Maar er is in jouw leven een tegenstelling tot dat voor mij simpelweg niet gek veel verandert. Je loopt achter. Ik heb er nog een. Cheers.
misschien ietsje bozer. Ik identificeer me nog minder, het is koud waar ik ben. En soms wil ik de duivel in me loslaten, ik kan alles opblazen. Simpel als een Volkswagen, ik ben hier de godvader en nu even onaardig. Sorry, ik laat onder je voeten de grond shaken. En concurrentie van rappers zal me naar ons wegen. Want als ze komen in mijn laan, dan maak ik tolwegen. Verdien een haters een salaris met een optreden. Kneus, al je saus maakt mijn hoofd moe. En ze gaan zeggen, sneller doe die ineens zo stoer. Prima, ik heb dingen op een rijtje. Ik krijg berichten van je meisje. Niet omdat het lekker rijmde, maar echt. Een paar tornado's in die zeilen gezet. Ik heb het soms steenkoud in mijn ijzeren vest. Goede bedoeling en ook al lijken ze slecht. Het is nog steeds lieve jongens, maar we eisen respect. Paf. Sorry voor mijn decadente gedrag. Een kleine jongen, het geeft niet dat je niet snapt. Die boze jongen vindt mijn aura irritant. En zal het nooit toegeven, maar hij vindt me best hard. Hou vol jongen, je groeit er wel op. Al klinkt je mening wel ontmoedigend dom. Maar doe die oogkleppen af man, het is leuk en gezond. En ruil het bord voor je kop, voor een blad voor je mond. En ga je geld halen en voor jezelf praten. Jongen, stippel die weg uit en zet je mijlpalen. En eindig rijk in geld of in verhalen. Want als je rijk wil zinken, moet je wel varen. Maar ik heb zelf ook geen idee wat ik doe toch. Maar ik ben vaak laat wakker en al vroeg op. En ik geniet met volle teugen, shit wordt alleen maar leuker. Dus soms geniet ik nu al van de toekomst, jee. Wat potdomme, wat is het team sterk, hey. En dom worden is intelligent. De oplossing als je real bent. Get rich, die trying, 50 cent. En ik geloof in samen groeien en in groot dromen. Er ligt van alles om te breken in die broodoven. In de stad van Adelaar, roofvogel. Jongens, blijf uit vaarwater, woonboten. Beetje bij beetje. Ja, ja, moet hem even afkappen, hè. Ja, dat is wel, ja, ik vind het wel een beetje lullig om een rapper af te kappen. Ja. Ja, vooral sneller, die heeft veel te vertellen. Ja, ja, dat is serieus, dat klonk echt vet. Ja. Ja, dat zijn echt goede sessies, man. Tof, dus die staat gewoon deze week nog hier in Deventer. In zijn eigen stad. Ja, ja, mooi man. Zeker. Waar we hem het liefste hebben. Hey, we hadden het net even tijdens de track over wat er allemaal zoal nog meer gebeurt in, binnen het Nachtburgerprogramma. Ja. En we kwamen op een van de avonden straks in het najaar. Dat is een drum en bass avond. Ja, 2 november. 2 november. En wat is dat voor avond? Of welke, wie zit er daarachter? Dat zijn gasten uit Arnhem van Forms. Die geven daar al jaren feesten. Nu in de Willemeen. Ze hebben meerdere locaties gehad. Ja. Ja, dat is gewoon een crew uit Arnhem. Die dat wel echt heel tof doet daar. En ja, we hebben gewoon niet, we hebben geen drum en bass crew, zeg maar, hier in Deventer. Nee. En dat is dan wel moeilijk, want als poppodium zijn, dan wil je natuurlijk wel in al je genres wil je eigenlijk wil je wat hebben, zeg maar. Ja, ja. Maar als er mensen, als er geen mensen zijn in de stad die dat dragen of die dat tof vinden, dan wordt dat wel vrij moeilijk. Maar ik wil dat toch wel in het programma hebben, zeg maar. Ja. Want ik denk wel. Ja, ik vind het gewoon erbij horen, zeg maar, bij dance. Hoort natuurlijk gewoon drum en bass. Absoluut. Want hoe is het nu volgens jou gesteld met Deventer op gebied van initiatieven binnen elektronische muziek? Ja, dat is best wel minder, moet ik je eerlijk zeggen. Het zijn best wel dezelfde jongens altijd. Dus het is ook echt wel een soort van oproep, weet je wel. Als je gewoon jong bent en je vindt het tof om te doen, weet je. Wij hebben gewoon een locatie en een groep mensen die daar echt wel voor willen gaan, mits je serieus bent, zeg maar. Ja. Dat heb ik zelf ook. Oh, ik hoor niks meer. Huh? Maar dat heb ik zelf natuurlijk ook met Nachtparlement gemerkt, zeg maar. Dat burger kan natuurlijk in alles faciliteren. Dan kom je gewoon in een gespreid bedje. Maar je moet het wel willen en je moet wel het verhaal hebben. Ja, het verhaal hebben. En, Is het misschien niet zo dat omdat het dan geen echt goede kraamkamer is of zo? Want ja, je had de hele gast vroeger. Ja, we hadden de hele gast. Ik bedoel, dit onderwerp hebben we wel veel vaker gedaan. Ja, dat is inderdaad ook wel een ding, inderdaad. Ja, dat was een mooie kleine setting. Kon je met 100 man kon je een leuk feestje geven. En dan heb je veel eerder dat mensen dus zeggen van, we gaan iets doen. En dan is burger misschien alweer direct te groot. Ja. Dat mensen daar een beetje te bang voor zijn of zo. Maar ja, aan de andere kant, ja, dat begrijp ik ook wel. Maar qua zaal is het natuurlijk wel, hè, als je... kijk, Elegas was natuurlijk super vet. Maar ja, ik weet niet, toen ik daarna in Burger kwam, dacht ik, ja, maar dit is echt 80 keer, weet je, qua geluid en qua techniek, alles is gewoon voor elkaar. Voor elkaar, ja. Ja. En dat is groot verschil. Heel veel waard, zeg maar. Ja. Ben jij als danceprogrammeur hard op zoek naar, of ben jij echt aan het scouten voor nieuwe organisatoren, of hoe pak je dat aan?
Deventer is niet zo groot, dus waarschijnlijk heb je snel dingen op de radar. Ja, tuurlijk. Als ik zie dat er nieuwe groepen opstaan, dan wil ik daar wel mee in gesprek. En ja. Wil ik wel kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, natuurlijk. Want dat is gewoon goed voor de stad, goed, goed voor onze hele scene, zeg maar. Ja. Mm-hmm. En ja, ik hoop gewoon dat dat komende jaren dat dat wel weer gaat gebeuren, zeg maar. Dat de jongeren opstaan die gewoon toffe dingen willen doen en toffe dingen willen maken. Ja. Nice, man. Ja. Hey, en wat je zei, Flow heet het, hè? Klopt dat? Nee, Forms. Oh, sorry. Forms. Flow, ga je lekker. Nee, hallo. Ja, gaat hij weer. Hey, Flow. Maar Forms, en Forms, doe je dan samen met hun het programma? Of geef je hun de ruimte om zelf te programmeren? Of hoe pak je dat? Nee, het gaat wel in overleg. Maar ja. Het is natuurlijk, uiteindelijk is het wel... het feest is van hen, zeg maar. Dus, ja, ja. Zij bepalen natuurlijk wel de line-up in overleg met ons. Ja, en okay. Ik mag nog niet vertellen wie ze dat hebben. Dat was geboekt. De volgende vraag, ja, natuurlijk. Ja, dat weet ik. Wel internationale act. Zwitserland, nice. Dat kan ik al wel van zeggen. Nee, maar dat kunnen we wel even googlen. Dus, ja, even googlen. Nee, maar dat gaat wel heel tof worden. En, vet. Ik ben erbij. Ja, 2 november. Ja? 2 november, dat is dus waarschijnlijk... Ik moet het nog... Ja, nee, het is al gepland. Ik ben op vakantie. Dat is jammer. Maar dat maakt niet zo uit. Hey, en naast drum en bass, want dat is natuurlijk ook een beetje een niche genre... Ja. In ieder geval in Deventer. Wat zou jij nog meer willen zien in de zaal van Burger, wat er nu nog niet is? Ja, wat ik wel mis is heel erg een borrelnoot. En niet zozeer de borrelnoot wat het laatste jaar was. Want, maar meer het begin, de begin van borrelnoot. Dus in de hele gast. En toen ze echt wel met elektronische beats. En uiteindelijk zag je ze een beetje verschuiven naar meer wat funzige deuntjes-achtige muziek. Ja. En ja, dat vond ik best wel jammer, want ik vond het altijd wel, super vet, zeg maar. Ja. En dat is dan wel. Meer voor de mensen die Bono niet kennen, meer hip-hop, beats, nieuwe elektronische muziek. Ja, nieuwe elektronische muziek inderdaad, ja. En vooral dat mis ik heel erg, dus dat zou ik wel heel tof vinden om... Nou, Jonathan, als je luistert. Ja. Ik zeg, pak die oude Bono het vibe weer te pakken. Hey, zullen wij een trekje gaan draaien? Iets wat... wat raakt aan die nieuwe drum and bass avond? Ja, zeker. Heb jij favorieten? Ja, ik heb een favoriete drum and bass track. En die werd eigenlijk... een vriendinnetje van mij die draaide hem op Strange Sounds. Noisia heet die. Ja, Noisia kennen we. Het is Noisia, maar Noisia. Lekker. Lekker. Ja. Oh ja, die heb ik al gehoord. Ja, die is echt vet, ja. Ja, die is echt heel die vet. Die is echt gek, ja. Noisia, ja, maar lekker. Ja, die gaan we eventjes hier opzoeken. Noisia, ja. Noisia is best wel een... Is Groningen. Een redelijke naam. Is Gunning. Ja, tof man. Ik ga even kijken of hij in één keer wil. Ja, dat wil hij. Nou, ik zou zeggen, kondig hem aan. En dan gaan we luisteren en vast in de stemming komen voor 2 november. Dit is Lekker van Noisia. Lekker. Lekker.
Zo, dat was wel... Dat is ook een feestje, hè, een burger? Oh, nee, dat bestaat niet meer. Lekker. Hey, laten we het daar maar niet over gaan hebben. Okay. Niet? Nee. Ja, waarom niet? Ja, kan ook wel. Laten we dat dan lekkere niet doen. Ja, daar wil ik best wel over hebben, maar... Wat gaat er gebeuren dan? Dat weet ik niet. Oh, shit. We doen het nou tegenwoordig maar één keer de 5 jaar of zo, lijkt het wel. Oké, okay, dan. De laatste keer was 2 jaar geleden, toch? 2 jaar geleden, ja. Het wordt een keertje tijd, hè? Ja. Nou, als je het 1 keer in de 5 jaar doet, heb je nog 3 jaar. Dus dan valt het op zich best wel mee. We zijn bezig met een hele grote artiest. Of daar met een artiest nog heel groot gaat worden. Ja, precies. Ja, ja. Ja, dan moet je nog even op wachten. Ja, dat wordt wel lekker dan. Ah, lekker man. Ja, lekker. Hey, maar lekker plaatje dit. Ja, lekker. Lekker. Heerlijk. Hey, Sam, jij houdt van dancemuziek. Daarom ben je ook de danceprogrammeur en de man achter Nachtburger. Maar je hebt ook een passie voor een specifiek genre, volgens mij. Klopt dat? Ja, zeker. En dat is? Ja, elektronisch, house, techno. Ja. Zeker. Nice. Wat is daar op dit moment hetgene wat we moeten horen? Volgens jou. Wat is daar nu in aan de gang? Er zijn heel veel Nederlandse artiesten nu en producers. Ja. We hebben het er net al eventjes met z'n tweeën over gehad. Maar bijvoorbeeld Upsemi, die is echt... Ja, dat is te gek, hè? Dat is echt te gek. Ik mocht er niet meer over hebben net voor de uitzending. Want zei hij, hebben we straks geen content meer om over te praten. Maar dat is echt wel... Ja, ze is super jong. Ze draait goed. Ben Uvo is bijvoorbeeld helemaal lyrisch. Terecht ook. Helemaal fan van haar. Daar heeft ze ook in die show van hem, de Hessel Audio Show, heeft ze ook in gedraaid. Of Rins FM. Ja, Rins FM, inderdaad, zijn show. En je moet het gewoon luisteren. En ook, ze produceert ook. En het is ook gewoon echt heel goed. Ja. Ze komt uit Utrecht? Ja, klopt. En ze is, hoe oud? Ik denk, Tessa is 22, denk ik. Weet je. 22, 23, ja. Weet je ook waarom ze Upsemi heet? Nee, dat weet ik niet. Nee? Weet jij dat, Leon? Nee. Weet je dat nog? Want volgens mij heb ik het vorige week of vorige uitzending nog over gehad. Ja, inderdaad. Ik weet Zij heet Upsemi van het liedje Kijk Omhoog, Sammy van Ramses Shaffy. Echt? Ja. Nee. Heb ik van horen zeggen. Ja. Ja. Je bent goed op de hoogte. Tof, hè? Vind ik zo vet. Want Upsemi is een super coole naam. Als je niet weet wat de achtergrond is, vind ik het ook een hele coole naam. Ja.
Maar ik vind het als stukje Nederlandse historie vind ik het toch wel prachtig. Ja. Ja. Hij is zich ingelezen, hè? Hij is zich echt ingelezen. Ja, toch wel. Ja, niet de telefoon opgenomen, nee. Maar wel ingelezen. Ja. Maar ja, hoe was het, meneer de Uil? Okay. Ja, nogmaals excuses. Dus. Hey, maar Upsemi, maar wat zie je gebeuren op dit moment? Wat is de tendens in Nederland? Waar is het, wordt het platter? Gaat het dieper? Nee, juist dieper. Ja, wel, met Upsemi en bijvoorbeeld Oceanic, ik weet niet of je die kent. Die maakt ook echt hele vette platen. En ook vet, ja, best wel experimenteel, zeg maar. Dat heeft Upsemi natuurlijk ook wel. Ja. Ja, het is gewoon echt een hele nieuwe generatie, zeg maar, die nu echt begin 20, die allemaal nu draaien en allemaal op dekmantel gesupport worden en in clubs als de school. En ja, ze zijn gewoon heel goed en het is gewoon echt super cool wat ze doen, zeg maar. Tof. Ja. Wat is nog meer, want daar hadden we het net ook over, Upsemi is daar een mooi voorbeeld van de nieuwe garde vrouwelijke DJ's, wat niet eens meer nieuw is. Inmiddels is het gewoon onderdeel vaste prik. Ja. Super tof. En vooral ook wat ik tof vind, is dat het ook, ik vind het, Upsemi is een mooi voorbeeld, dat het vaak ook, nou, hoeft niet per se beter of slecht te zijn, maar dat het gewoon echt heel erg goed is. En misschien dus soms wel beter dan een boel nieuwe mannelijke DJ's. Ja. Wat zie je daar meer van terug? Is dat echt een, wat hoort er nog meer bij die grote lading aan nieuwe dames? Jasmin natuurlijk, Miran, met Miran. Ja, dat zijn wel Kiki natuurlijk. Alleen die is geen producer, die draait alleen. Maar het is wel echt een hele nieuwe lichting, zeg maar, van begin twintigers die nu... Lina Wilkins, of is die al wat ouder? Ja, die is al wat ouder. En die draait best wel lang mee, hoor. Ja. Super vet trouwens. Ja. Die was resident in Salon de Amateurs in... volgens mij is het in Keulen. Echt een hele vette club. Alright. Maar die woont nu in Amsterdam. Ja. Wil ik ook heel graag boeken. Ja man, dat zou ik, want daar hadden we net over. Dat zou die twee, Upsemi en Lina Wilkins, zou ik zo tof vinden, man. En dan niet op 2 november als kan, want dan ben ik er dus niet maar een keer. Ja, alleen, keer het is wel, dat is ook wel weer zo, zeg maar. Het is wel, zoals Lina Wilkins, dat is natuurlijk wel best wel, voor hier is dat best wel gewaagd. Ja, zo, dat denk ik wel. Het is heel langzaam. Ja. En, dus het zou wel heel vet zijn een keer als een opener bijvoorbeeld. Maar ik denk wel... Nee, man. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ik zou het echt super jammer vinden, want ik zou er juist na 2 heel erg goed op kunnen gaan. Ja, maar ze draait toch wel, zeg maar, echt, weet je wel, van die langzame platen, zeg maar. Hey, en wat ik nog even vergeten is nu, dat is voor mij een van de hippere chicks op het moment, die Koreaanse dame. Peggy Goo, ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat is toch super plat. Ja, ik vind daar dus niet zoveel aan. Maar het is wel... Het is feest, maar het is meer een soort van... Daar ben ik blij om, man. Vind ik goed om te horen. Zit je op een goede spoor. Ja, het is heel nice. Dus die komt niet in Deventer. Is waarschijnlijk ook die niet is ook te betalen. Super duur. Ja, het is wel... Hey, tof, man. Zullen we wat draaien van Peggy Goo? Upsemi graag. Oh, sorry, Upsemi. Ondertussen zit ik even te spieken. Ik zie hier een kleine correctie van een trouwe luisteraar, M.E. Düsseldorf was het. Düsseldorf. Ja, sorry M.E. Fijn dat er zo goed en betrokken wordt geluisterd. Laten we wat draaien van Upsemi. Jesus, dat ik me daarin versprak, is wel echt... Het was een lange dag, jongens. Ja. Heb je een favoriete track? Nee, ze zijn echt allemaal goed. Volgens mij heet het Another Places of zo, heet haar... Wild Chamber Branches on Ice. Another Place is haar debuut EP. Heb je nog gekeken dan op Lowlands dan? Ja, zeker. Ja? Zeker. Nice. 11:30 tot 1 in de X-ray op zaterdagavond. Heel goed. Vrijdag. Ik was er niet. Vrijdag. Was het vrijdag? Ja, was vrijdag. Zaterdag. Oh, na de staat, ja, klopt. Zaterdag was Jasmin en Miran. En, ja, tof man. Ja. En vrijdagavond, Upsemi en Identified Patient was daarna. Die had ook afgelopen jaar hier in Burg gestaan. Ja. Die stond daarna in de X-ray. Het was een beetje nachtparlement. Ja, in de inderdaad. Ik zat al te kijken naar het programma van Lowlands. Zo van, hey, bijna iedereen heeft bijna van het nachtparlement... Van de nachtprogrammering heeft wel eens een keer in Burger gestaan, wat de helft. Ja. Nou, laat dan de chapeau. Opdracht zijn, hè? Zonder no pressure, maar Upsemi moet dan toch wel bij dat rijtje worden toegevoegd. Ja. Hey, heb je een favoriet? We gaan mailen. Dat lijkt me goed. Van Another Place, welke tune? Of is het gewoon allemaal voor jou net zo goed? Nee, ik vind het echt allemaal goed. Oké, nou dan beginnen we gewoon met track 1, Zona van Upsemi. Nou doe ik jouw aankondiging, man. Doe hem nog prima, een keer. Prima. Nee, jij mag hem doen. Jij bent ook groot fan. Oh, heerlijk. Upsemi uit Utrecht van Kijk Omhoog Sammy. Another Place is de EP en Zona is de tune. Daar komt ze.
man, wat moet je hier nou over zeggen? Up Sammy. Ja, te gek, man. Ja, ik zou zeggen, hou omhoog, Sammy. Ja, inderdaad, ja. Kijk omhoog, Sam. En kijk naar voren. Ga Up Sammy boeken. Begin Up Sammy te boeken, G. We hebben nog maar heel eventjes. Die eerste uitzending die is nogal voorbij gevlogen, man. Zo, ik wil volgende keer 2 uur, denk ik. Ja, hè? Dat dacht ik wel, ja. Okay. Dat heb je gezegd, toen, hè? Daniel, ja, mag je nog luisteren? Hij wil komt je wel met mijn plaat aan voor 20 minuten, natuurlijk. Ja, precies, ja. Hey, we hebben nog 100 dingen om over te kletsen, maar laten we dat dan de volgende keer doen. Ja. Wat nog wel tof is, je had het net over dat je nog wat festivals wilde noemen die nu echt de moeite waard zijn. Waarom en welke dan? Lentekabinet ben ik begin deze zomer geweest. Ja. En ja, waarom? Omdat ik dat ook wel een beetje... Natuurlijk ga ik erheen om te feesten, maar ik vind het ook wel een soort van bij mijn werk horen. Omdat ik het gewoon echt tof vind om te checken... wat nieuwe namen nou doen en hoe het dan gaat. En ik moet je eerlijk zeggen, Lentekabinet is wel echt, en Dekmantel sowieso, is wel voor mij een graadmeter, zeg maar. Ja. Als ik, die gasten, die weten wel gewoon wat ze boeken. En soms zit ik gewoon op SoundCloud, zit ik te checken. En dan kom je een naam tegen. En dan een maand later zie je in één keer van, oh ja, weet je, zij hebben hem geboekt. Mooi, en dan ga je daarheen. En dan kan het 2 kanten op gaan als het ontploft. Ja, dan weet je gewoon van ja, ik moet erbij zitten op die boot. Ja. Ik moet mailen. En dat heb ik wel heel erg met Lentekabinet en met Dekmantel, zeg maar. Als daar echt iets heel tofs is en ik vind het zelf ook tof. En ik denk van nou, dat werkt zeg maar wel voor Deventer. Dan, ja. Dan is het 9 van de 10 keer ga ik dan wel mailen. Nice man. Ja, ja. Dus dat is wel mooi. Dat is een goed excuus voor jezelf ook. Dat je naar veel festivals gaat. Ja, ik ben wel echt veel geweest. En er zijn echt wel... Je hebt je natuurlijk wel... Was je op Dekmantel deze zomer? Ja, zeker. Cool. Zeker, Dekmantel. Lentekabinet is ook van Dekmantel. Ja. Dat is iets kleiner festival. Ja. Iets meer niche. De Crave vond ik echt een heel leuk festival in Den Haag. Ja. Ook, ik hou niet zo van die grote festivals zoals Awakenings en zo. En, nee. Dat vind ik ook wel zo plat, zeg maar. Wat was nog meer? Echt heel cool. Je bent naar Wildeburg geweest, ben je ook nog geweest, toch? Nee, Wildeburg ben ik niet geweest. Okay. Ik had de trouwerij van een vriend van mij, van Job. Oh, tof. Ja. Collega/vriend. Precies, mooi is dat, hè? Ja, dus zeker weten. Maar nee, dus Wildeburg wil ik wel heel graag heen, maar zijn bruiloft was natuurlijk belangrijker. Dus volgend jaar Wildeburg. Nice. Voor de rest, Have a Nice Day hebben we natuurlijk zaterdag ook nog. Daar zitten wij ook samen met de jongens. Ja, we hosten samen met de jongens van Nachttuin, hosten we daar een podium. Stage. Ja, cool man. Dus het wordt ook wel echt heel leuk. En Robert komt draaien, dus het is een beetje een soort van homecoming. Ja, het gaat echt wel leuk worden zaterdag. Lekker man. Ja. Het is een beetje het einde van het festivalseizoen, hè? Ja. Eind augustus, dan kunnen de schoentjes weer in de kast. Nee, dat is helemaal niet waar trouwens. Festivals lopen nu eigenlijk door, toch? Ook buiten festivals. Ja, dat is trouwens niet waar. Ik ga 15 september ga ik nog naar Draaimolen. Dat is ook super sick trouwens. Herfstdrift, straks in november. Ja, maar dat is niet echt... Ja, het is wel een festival, maar een festival voor mij is echt wel buiten. Een herfstdrift. Ja, herfstdrift is hartstikke buiten. Ja, buiten, man. Moet je gewoon jasjes aan, alles. Zo, kou leien. Ja, ik heb daar... tent inlopen en dan, wow, dat is warm. De laatste keer is voor mij al, denk ik, 4 of 5 jaar geleden. En toen stond ik bij Marcus Wargul voor The Wonder Boys met Leon. Leon. Toen stond ik daar licht te doen. Dat ging toen ook niet helemaal goed. Nee, dat weet ik nog. Had jij iets veel bier gedronken volgens mij? Ja, ik was daar heel druk bezig met die knoppen. En in één keer... Leon! Wat? Darko! Had ik dus ongeluk één lampje, een schuifje, had ik dus opengetrokken. Hij stond daar vol in het licht. Stond hij echt zo met zijn hand zo... Daar heb je wel vaker last van, hè, Leon? Dat je schuifjes of platen aanraakt. Ik kan me nog herinneren, Dockhouse, vorig jaar, dat je iets wou omroepen en dat je toen de plaat aanraakte. Van, ja, dat is 3 jaar geleden, toen met de Dilated People. Toen, ja. Dat was toen nog niet, ging ook niet goed. Sommige dingen moet je ook niet serieus nemen. Nee, maar ik neem mezelf sowieso niet serieus. Hè. Dat moet ook wel vet trouwens, over Drift gesproken. Ik vind Drift ook, die zijn mooi, echt enorm. Die doen echt vette dingen. Ja. Zullen we niet over Drift hebben, want ik ben dit jaar niet geweest. Daar maak ik nog steeds van. Niet? Nee. Jammer, nee, ik ook niet. Ga je naar Herfstdrift? Zullen we heen gaan? Zullen we heen gaan? Ja. Lijkt me goed. Ja? Nou, bij deze. Bij deze. Ja? Oké. Okay. Koekenfam, exploreer uit je. Ja. Hey, we moeten afronden, jongens. Ja. Want het is 9:01. Ik vind het mooi om af te ronden met een afspraak dat we naar Herfstdrift gaan. Dat vind ik een gezellig plan. Dat vind ik mooi. Gezellig. Hebben we nog een laatste nummer voor deze uitzending die je graag wil draaien of horen? Wow.
Een artiest die je wil pushen. Artiest die ik wil pushen. Nou, ja. Moet ik even nadenken hoor. Ik had dit nog niet. Die zag je niet aankomen, hè? Ja, dat is niet nodig. We kunnen iemand ook die in je programma zo meteen komt. In het Nachtburgerprogramma. Je denkt van, nou, deze artiest. Misschien mensen kennen het nog niet. Maar deze moet je checken, want dit is zo vet. Nou, dat is goed. Dat doen we Nachtparlement. Passiv V heet zij. Ja, ik vind het een beetje moeilijk uitspreken. Hoe spel je dat? P-A. Ja. S. Ja. Ja. P. AE, ja. Ja. En dan? Trek? Ja, iets met tragie. Nog wat. Je moet even opdrukken en dan... TRA. Ding, 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 ding. Oh, jongen. Oh, hier, DJ. Ja, dit is mooi, man. Ik vind het wel mooi. Gewoon live in de uitzending zoeken. Tracks. Misschien heb ik hem niet wel staan. Kan gewoon. Tachyons heet ze. Tachyons. T-A-C-H. Dat is de tracktitel? Ja, dat is de tracktitel. T-A-C-H-Y. Ik heb hem. Het is Passivé, ja. Tachyons. En zij opent de avond 28 september. Oh, dat was al een klein voorproefje. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Alhoewel, ja, ik begin hem, ik speel hem. En dan kun jij hem alvast aankondigen en afkondigen. Want ja, dit was dan jouw eerste radio-uitzending, man. Ja, dit is Passivé. Tachyons. Ik denk dat ik het helemaal verkeerd zou doen. Ja. Vet nummer. Hey, thanks, man. Tot over 2 maandjes. Tot dan!